Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Wat speel je nu? Sorry. Ja, vorige week gebeurd, ik zag het. Sorry Jolanda, nog één dingetje. Sponsoren. Ik dacht van welke sponsoren zou ik het meest moeten noemen? Wat zou ons hoofdsponsor? Ja, van die mij ook niet goed. Ben je wel? Ja, je bent live. Goedemiddag dames en heren. Op deze mooie zaterdag 21 mei 2022. Nog bezig met de laatste informatie te vergaren, zodat ik u alles kan vertellen over deze wedstrijd. Het belooft een erg spannende pot te worden. Dat weet ik eigenlijk nu al zeker. En het is ook een hele beladen wedstrijd. U ziet misschien op de beelden ook allerlei vlaggen en dergelijke. Dat heeft te maken met het 51-jarig bestaan van DIOC. 51 zult u denken, wat een raar getal. Maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met de corona gedoe van de afgelopen jaren. Vorig jaar konden we ons 50-jarig bestaan bij DIOC niet echt goed vieren. Vandaar dat het nu nog even dunnetjes wordt overgedaan op deze laatste thuiswedstrijd in 2022. Waarom is deze wedstrijd beladen? Nou, ik hoef u alleen maar te zeggen dat de tegenstander van vandaag van DIOC is de Haagse rugbyclub, HRC, dat is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd. Maar ook omdat het wel heel erg ergens om gaat. Immers, als we kijken naar de rangstand, de stand in de competitie op dit moment, dan zien we dat van de 8 topploegen van de Champions Pool dit jaar, er eigenlijk nog 6 meedoen voor de finale plaats. Dat is niet Den Haag en Hilversum. Die zullen dat niet meer halen. Maar HRC is de afgelopen weken wel ongelooflijk sterk aan het terugkomen. En hebben, om even iets te noemen, de vorige keer gewonnen van Hilversum. Maar ook van het Gooi. En het Gooi staat nu derde. En vorige week nog maar net nipt verloren van Eemland. Om even aan te geven dat HRC echt goed bezig is. Gaan we zo dadelijk over tot de kick-off. JC van Kampen, een van de spelers van Den Haag die weer helemaal terug is. Na een langdurige blessure. Maar hij is niet de enige, maar daarover zo dadelijk meer. Kick-off is gedaan. Ontvangen door Mees van Noord. Kruipt een paar keer, moet pas op dat je niet te veel doorrolt, want dat mag niet meer. Leon Koenen met de gooi naar Tom Helting, besluit gewoon de ruk op te zetten. En zo
zijn de eerste fase voor Diok in eigen helft. Leon Koenen met de kick, dat is, gaat vast niet helemaal zoals hij zelf wilde. Wordt ook opgevangen door de fullback van Den Haag, die hem direct weer terugkikt. En zo is het natuurlijk eerst even aftasten. Alle tijd nu voor Sam Verplanken om die bal uiteindelijk over de zijlijn te werken in de helft van Den Haag. Wellicht dat hij zelfs nog de nieuwe regel opzocht van de 50-22. Dat betekent dat als hij hem uit van eigen helft direct over de zijlijn moet, hij dan wel stuiten in het veld in het 22 meter gebied van de tegenstander. Dan is het ook nog een keertje eigen ingooi, daar is nu geen sprake van. En dan nu de ingooi van HRC. Keurige line-out, vervangen door Ryan Berrevoets. Kijk, oh, die maakt meteen ook meters, werd net al gezegd. Oh, ja, Simon Noordman, ook geen onbekende bij Diok, maar die bal die is naar voren gegaan. En dan is daar de eerste scrum van de wedstrijd. Aangegeven door de scheidsrechter vandaag, Villa Bitterhout. Volgens mij was hij de laatste thuiswedstrijd van Diok er ook bij. Dan weet u een beetje wat u kan verwachten. Die zit er bovenop. Victor Haarman was dat die net inging. Captain van HRC. Benieuwd hoe deze scrums tegenover elkaar staan. Redelijk gelijkmatig. Opgepopt door de benen van Maltink. Belandt uiteindelijk bij Ramiro moet ik zeggen. Nog steeds dezelfde fase. Vier Mees van Noord. Die besluit zelf te gaan. Nog ongeveer op dezelfde gainline. Nu dan Jordan Kersten. Die heeft altijd flink wat spelers aan zich. Nog steeds balbezit voor Diok. Vier ton verloon nu naar achter. Naar buiten toe. Pim van Dam was dat en dat nu dan Tom van Loon. Blijf op je voeten, dan wordt er afgefloten. Gaat tot nu toe allemaal goed. Kijk eens Francis die de bal vrij strak ontvangt. Oh jee, die bal die gaat achterwaarts. Hopen we dan maar. Mees van Noord, ja die heet een handoff te bereiken. En daarmee de eerste score op het bord te zetten. Na 3 minuten is het de eerste score. Mees van Noord. Met de eerste punten voor Diok op het bord. Was natuurlijk nog even de twijfel bij ook de spelers natuurlijk van HRC. Was die bal dan niet naar voren? Bij twijfel is het vaak, wordt er toch aangegeven dat die bal wel naar voren ging. De bal werd duidelijk door de scheidsrechter aangegeven, blijf doorspelen. De bal is niet naar voren gegaan. Beetje een rommelige fase, rommelige bal. Maar uiteindelijk Mees van Noord die met een redelijke startsnelheid. Dat mogen we zeker zeggen. En altijd een goede sidestep. En een goede handoff. Nu de eerste punt op het bord wist te krijgen. En nu daarom de conversiekick bij afwezigheid van Ubi Greven door Pim van Dam. Die belandt links van de palen, daardoor blijft het op 5-0. Om daar maar meteen even over te hebben, dat, ja, die werd toch wel nodig gemist. Vandaag zullen we die ook zeker missen, Ubi Greven. Niet zoals de commentatoren bij Kas vorige week zeiden, Ely Grieve. Het is gewoon een Nederlander uit de komstig van Delft. Zoals een kick-off. Nou ja, die was wel goed zijn geweest tegen het hoofd van Robin Moenen. Uiteindelijk niet goed opgepakt. Wordt dan toch als knock-on gegeven door Villa Bitterhout. Nou, in het voordeel van Diok, daar mogen ze niet ongelukkig over zijn. Maar goed. Ja, Ely Greven, ook gespeeld voor het Nederlands team natuurlijk. Niet alleen aanvallend, maar vooral ook verdedigend. En vooral ook met zijn kicks. Super belangrijk voor Diok. Raakte geblesseerd aan zijn knie vorige week. En daarom staat nu Pim van Dam op de eerste center.
En Leon Koenen, ja, daarom is straks zeker nog wat meer. Misschien wel de meest oudgediende naast Tom Altink van het team na 15 jaar. Wordt zijn laatste in thuis wedstrijd. Lange kick, maar die belandt helemaal aan het einde. Oh, die wordt teruggekikt, dat is apart. Dankjewel, zegt hij ook. Nee, ja. Is toch wel afgefloten, zou je denken. Ja, dat is dan ook zo. Dat was een beetje onduidelijk. Ik had dus het fluitje van de scheidsrechter niet gehoord. Maar we gaan sowieso terug natuurlijk van de positie waar die kick gegeven werd. Dat is even een kleine tegenvaller. Scrumdown, HRC op de 10 meter lijn in de helft van Diok. Leon Koenen die bal flink wat end de helft van de HRC in wilde brengen. Maar ja, zich toch een klein beetje overschatten. Die bal die ging maar niet uit. Die rolde uiteindelijk zodanig ver door dat dan hoef je niet eens meer dood te drukken. Dan ga je gewoon terug naar de positie waar die bal gekikt werd. En ik hoor net in mijn oor 0-7 in Eemland. Dat is ook wel belangrijk om af en toe te melden. Terwijl de driekwartlijn van Jason Kappen die de driekwartlijn weet te vinden. Dat is de sterkte van HRC. En die drukt hem helemaal in de hoek. Ja, fantastische try. Ik heb eventjes niet zo snel goed kunnen zien wie dat was. Dat zal Bastian Michel misschien zijn. Of anders, nee, het was in ieder geval niet Simon Normand. Het zal gaan naar Bastian Michel, die is deze try. Denk de score op 5-5. Ook weer helemaal in het hoekje. Met een lichte tegenwind, zo dadelijk voor de conversie. Ja, daar stond die ook eventjes verdedigend niet hebben goed op te letten. En dat werd keurig afgestraft. Overigens, ik moet zeggen, de interim coach van de HRC, Bob van Rij. Die wist me ook te vertellen. Ik zei, ja, waar verwacht je eigenlijk het meeste van? Je voorwaarts of driekwart? Hij zei, nou, onze backs zijn, mijn woord hoor, on fire. Nou, dat blijkt me weer. Terwijl de driekwartlijn van die ook toch ook absoluut niet slecht is. Ook in verdediging niet. Werd dit keurig uitgespeeld. Conversiekick haalt het niet. Lorenzo Groos blijft de stand 5-5. Ai, is die bal direct over de zijlijn. Dat ziet er wel naar uit. Dat zijn slordige foutjes. Ja, Bob van Rij zei het ook al. We zullen het zien of Diok zijn zenuwen kan in bedwang kan houden. Er staat nogal wat op het spel. Om eventjes aan te geven. De eerste zes, ik zei het u al, staan heel dicht bij elkaar. Diok staat bovenaan met 19 punten. Dan Haarlem met 18 punten. Op 3 het Gooi en daarna Kas, allebei met 16 punten. En dan heb je ook nog de Dukes met 15 punten, die ook nog wel kans zou kunnen maken. Theoretisch misschien, maar zeker de eerste vier, Diok, Haarlem, Gooi en Kas, maken allemaal nog kans op die finale plaats. En Diok kan zich niet veroorloven om veel te missen. Natuurlijk al helemaal niet, omdat het thuiswedstrijd is en tegen HRC. Scrum op de middenstip. Staat nu wat onder druk, die bal belandde ook bij... Bij Diok probeerde nog met de voeten de bal terug te brengen. Tekent in ieder geval nu een penalty voor Diok. En die zullen zeker met de wind in de rug proberen daar flink wat meters mee te winnen. Kans voor Pim van Dam om wat meters te maken. Zal misschien niet al te veel risico nemen. De bal gaat vrij laag. Ja, die haalt het ook niet. Ja, dit zijn toch dingetjes jongens, dat kan echt niet. Wordt opgevangen en opgelopen door Jordi Hop. Balletje naar buiten, balletje weer terugkikken. Ja, en zo sta je in één keer helemaal aan de andere kant van het veld. Met Daan van der Avoort speelt hem naar Sam Verplanken.
Die houdt die bal wel in. Moeten weer oplopen. Maar balbezit nu dus weer voor HRC. Nog steeds een eigen helft. Lange, lange paas. Belandt inderdaad bij... Oh, kijk eens even. Fantastisch. En die gaat dan bij Siem van Noord. Ja, die is toch snel. Weet aan de buitenkant nog weer zijn flanker te vinden. En het is Beter van Gijzelen die de tweede trui van die HRC scoort. In de tiende minuut. Het begon eigenlijk met het kickspel wat ja, toch, laten we zo zeggen, beter zou kunnen van Diok. Werd keurig opgevangen en opgezet door JC van Kampen. Met een dubbele mis houdt helemaal naar buiten. Nu is hij zijn spelers daar te bereiken. Beland bij Siem Noorman die behoorlijk wat mee kon maken. Zou nog getackeld kunnen worden, maar wist aan zijn binnenkant. En aan de buitenkant het veld beter van Gijzelen te vinden. Die helemaal in het hoekje de tweede trui van Diok voor HRC op het bord brengt. Terwijl de wind is wat gaan liggen. Stilte voor de kick van Lorenzo Groos. De bal gaat hoog en ver. Maar dit keer rechts van de palen. Tot nu toe nog geen conversies. Het is misschien wat lastig weer om te kicken. Of zou het de zenuwen zijn? In elk geval is de stand 5 voor Diok, 10 voor HRC. Ditmaal kick-off van Leo Koenen. Leon neemt ook niet al te veel risico. Land bij de 9, bij Lorenzo Groos. En die maakt flink wat meters. Ja, Tom Alting probeert natuurlijk te doen alsof die bal gekikt was buiten de 22 meter gebied. Maar... Tasjas let wel op. Wordt toch wel snel genomen. Nee, de scheidsrechter vindt het niet goed. De lijn stond al geformeerd. Lino Diok, maar wel weer in eigen helft. Haarlem Castricum nu 5-0. Ik zal ze daar ook wat meer informeren waarom het allemaal zo belangrijk is om bij te houden. Want dat heeft alles te maken met wie welk hoeveel punten gaat krijgen. Oh, die werd van goeie. Ja, Pim van Dam die wist dus Sam van Berkel te vinden. Nu dan overlap. Mees van Noord besluit om die bal niet naar buiten te spelen. En die bal beschikbaar te houden aan de binnenkant. Francis Appleton. Flink wat meters, goede support. Pim van Dam nu als scrummer fly-half. Jordi Korsen, oh die wist nog door te gaan. En, oh, Robin Moenen wist helaas de offload nog niet te vinden, maar die had wel een mooie break. Oh ja, 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 nu inlopend de Mees van Noord, maar ja, dat is natuurlijk niet de grootste man van het veld. Toch nog balbezit voor Diok. Ja, kijk eens, Tom Altink, flink wat meters. Nu de kalm te houden, geen rare fouten maken. Oh, snel opgepakt. Wat een geweldige break was dit van Diok. Oh ja, hij vangt hem nog. Het is Leon Koenen. Fantastisch spel. Het was een verrassende pick-up. Ik kon eventjes niet goed zien wie dat was. Ik denk dat Ross Binnen-Colson is, die doet dat wel vaker. Maar uiteindelijk een goede break en offload. Bijna nog de controle verloren, maar het is Leon Koenen die de stand gelijk trekt. En recht voor de palen mag hij ook nog zelf die extra puntjes erbij gaan sprokkelen. Ik schrijf de 12 alvast op. En Leon Koenen, om daar mij meteen over te hebben, het is wat ik al zei, de laatste thuiswedstrijd voor hem. Na 15 jaar in het eerste te hebben gespeeld. Ik meen dat hij 35 jaar is, wordt het toch tijd voor hem om ook zijn schoenen aan de wilgen te hangen. En inderdaad, met de conversie is het nu dus 12 tegen 10. Spannende wedstrijd, had ik je al voorspeld, was ook wel te verwachten. Maar uitgerekend Leon Koenen in zijn afscheidswedstrijd.
brengt die spanning weer helemaal terug en zelfs op een voorsprong voor Diok. Kick-off, weer een keurig kick-off, precies op de 10, maar goed ontvangen door Jordan Kersten. Heeft goede support. Overblind. Dubbele man, dubbele tackle. Tom van Loon komt geen centimeter verder. Nu dan up and under. Die bal die lijkt goed. David Krusjas die zet de druk en het is inderdaad een knock-on. Dat is natuurlijk altijd zuur, maar zeker met dit weer is ook best te begrijpen. Maar het is de traaierscoorde van zojuist, Reto van Gijzen, die die bal niet onder controle weet te krijgen. En daarom nu de scrum voor Diok, net over de 10 meter lijn in de helft van de HRC. Terwijl die scrum zich formeert, ja, er zijn heel wat mensen terug bij, ik heb gesproken met Matt Roper, directeur van de HRC, die mij veel wist te vertellen over de plannen van HRC de komende seizoen. Gaat natuurlijk wel het een en ander veranderen, ze hebben een nieuwe coach aangetrokken enkele weken geleden, dat is ook afgelopen week via Facebook ook bekendgemaakt. En dat is Harley Jackson geworden, Australiër, die heeft de Waratahs gecoacht. Een grote, daar wordt er veel van verwacht. Er komen ook heel veel mensen terug bij HRC, of die zijn weer terug. Sien van Noord had ik al genoemd, Jason van Kamp is weer terug. Jordi, Lodi, de prop is weer terug. Oeh, nou die bal die kwam nog met moeite in bezit van Diok. Balletje nu achteruit, David Krusjas die dus goede runs heeft de afgelopen weken. Wordt wel goed opgevangen. Geen meter opgeschoten, maar... Nu wel misschien de formatie van HRC wat door elkaar aan het spelen. Oeh, die support van Diok is wat laat. Toch nog op tijd. Pim van Dam. Ja, chipkickje, maar die gaat naar niemand toe. Heeft hij dan het geluk? Ja, het was offside. Dat is natuurlijk goed gezien van Pim van Dam. Die zag dat hij het voordeel had. Dan kan je dat soort dingen gaan proberen. Offside van HRC. En daarom nu midden in het veld. Rond de 10 meter lijn. Een penalty voor Diok. En ook al hebben zij de wind in de rug, dan moet je wel echt van het goede huis komen om van deze positie voor de palen te gaan. Wordt ook niet eens over nagedacht. Leon Koenen met de verre kick. Haalt hij over de zijlijn? Nee, dat niet. Dat is zo zonde, want die bal die komt dan weer helemaal terug. Kijk eens eventjes. Belandt zelfs in de helft van Diok. Mees van Noord besluit om het gewoon goed te doen. Rustig opzetten via Tom Heltink. Nu dan naar buiten. Ross Benny Colson. Vroeg gestoord, maar... Weet goed de bal beschikbaar te houden. Jordan Kersen, ai, die bal die kan hij niet meenemen. Balbezit daarom nu overgenomen door HRC. Wendbare loper, Lorenzo Groos. Ja, en nu is het alle hens aan dek, want die gaan de drie kwarten van HRC weer aan de gang. Kijk, sterke loper. Oei, dat hij hem nog bijna kunnen offloaden. Daar heeft Diok toch zijn handen vol aan. Beter van Gijzelen. Jason van Kampen weet aan zijn binnenkant te krijgen. Is de sport snel genoeg bij. Scheidsrechter staat met zijn neus bovenop, dus dat is geen probleem. Sterke runie van Sam Voorhoeven. Ja, we hebben het de afgelopen weken gezien dat HRC tegen andere teams erg goed doet in één keer. Dat zie je vaker hè, als een team gewoon al zijn basisspelers weer terug heeft, dan wordt het een heel ander spelletje. HRC heeft alleen wel lastig om daar die plekken goed voldoende bezet te houden, want ze hebben nu ook een tweede uit de competitie moeten terugtrekken. Die werden allemaal gebruikt in het eerste. High tackle, geconstateerd door Philip Bittenhout. En daarom nu een penalty voor HRC, ongeveer op de middenlijn. Haarlem tegen Castricum is nu 10-0. Ik probeer u via het oortje wat ik heb in de gaten op de hoogte te houden ervan. Lorenzo Groos brengt die bal
ongeveer op de, net buiten de 22 meter gebied van Diok. Luinoud voor HRC. Victor Huurman, captain van HRC, die gooit hem in. Strakke bal over alles en iedereen heen. Maar er is al afgefloten. Die zal opnieuw genomen worden. Emeland gooien 5 tegen 10 hoorde ik. Keurige vangbal voor HRC. Balletje mist alles en iedereen. Castor Magies binnen. Zoon van Magies. Pick and go. Kijk, dit zijn keurig ingestudeerde fases natuurlijk. Recht voor de palen. Pick and go. Zorg dat je veel tegenstanders aan je bindt. Zodat de gaten ontstaan voor je snelle driekwarten. Balletje een switch van de driekwartlijn. Oh, balletje. Nou, die lijkt me wel wat te hard. Was aardig geprobeerd, maar je zag het aan de kick al meteen. Die bal die vloog wel heel lang snel over de zijlijn. En inmiddels zelfs 17-0 tegen Castricum. En dat is het belangrijke, want stel dat we vandaag in ieder geval die ene punt, we hebben eigenlijk maar één echt punt nodig, liefst twee natuurlijk. Maar staan we in die finale, dan zal het hoogstwaarschijnlijk dus Haarlem worden. Castricum overigens een ploeg waar die ook vorige week dus van verloren heeft. En zoals de laatste drie wedstrijden alles eigenlijk verloren in die tweede helft. Lange bal, Siem Noordmand. Nou, de bal ging niet naar achteren, naar voren. Loopt alle kanten op, snelle spelen natuurlijk. Daar weet Diok alles van. Die heeft een paar jaar geleden ook bij Diok nog goede dingen gedaan. Balbezit nog steeds voor HRC. Met alle moeite voor de backs van Diok. Turnover. Oeh, gallery play aan de kant van het Diok. Balletje gaat alle kanten op. Nu rustig opzetten. Leon Koenen nu met een kleine chip kick. Ja, wordt snel onder druk gezet, die fullback. Mag hem natuurlijk nog wel plaatsen, maar dus de verdediging of de aanval is snel genoeg. En we gaan terug naar de vorige situatie. Balbezit voor HRC, daarom geen voordeel voor Diok. Penalty voor Diok op de eigen 10 meterlijn. Degene die er dan bij HRC wel wordt gemist is de tweede rijder, Bink. En natuurlijk Amir Rademaker, ook scrumhalf van het Nederlands team. Niet onbelangrijk natuurlijk voor de HRC. Ja, en bij Diok, ja, ik zei u al, Ili Greven die ontbreekt. En Wolf, maar die zit wel op de bank. Dat is voor het eerst sinds maanden, met een grote hersenschudding natuurlijk. Gaat hij straks, dat is wel zeker, zei de coach van Diok, Max Machado, gaat hij toch wel minuten maken. Maar die zal voorzichtig gebracht worden, want die heeft Diok, mochten ze die finale halen, ook natuurlijk hartstikke hard nodig in die finale. Goeie driving ball voor Diok. Wordt keurig overgenomen. Belandt uiteindelijk nu bij Rosbin Colson helemaal achterin. Ja, dat is het voordeel wat Diok nu al heeft. Nu gaat die bal dan de driekwartlijn in. Oei, die mist alles en iedereen. Mocht er geen voordeel uit komen, dat is nu het geval. Gaan we dus terug naar de overtreding van de HRC. Was op zich op kicking distance van de palen. Maar ook een prima positie om die bal over de zijlijn te schieten. En dat doet Leon Koenen dan ook. En een line-out in het 22 meter gebied van HRC. En u ziet het op de achtergrond, de vlaggen wapperen. Het is behoorlijk windje, maar toch lekker weer. Het zou zomaar een graad of 18 kunnen zijn. Heel veel publiek, vooral ook heel veel jeugd. Natuurlijk toch een leuke festiviteit. Barretjes, de gelegenheid om wat te drinken aan alle kanten. Ook na deze wedstrijd is er nog van alles te doen. Barbecue, komt hier gezellig langs. Driving Mall weer opgezet. Wederom achterin in de Driving Mall. Is het Ross Benny Colson.
sturen. Nu nog met een metertje of 10, schat ik zo. Dat wordt nu wat tegengehouden. Daar gaat Ross Bennikhorst zelf. Weet hem opzij te poppen. Is, wordt nu dan toch nog een ruk. Op een meter of 3-4 van de trylijn. Die ook met nog een, kan ze nu een gemoedsrust houden. Philip Bittenhout. En die geeft de try. Ja. Op geen enkele manier aan te geven wie deze try dan nu gescoord heeft. Eén grote kluwe van mensen. Ross Bennikhorst wordt gefeliciteerd, maar of hij het ook is die die bal gedrukt heeft, kan ik u niet zeggen. Ik schrijf hem hier nog even op. Brengt de stand daar in ieder geval mee op 17 tegen 10. En de kans voor Leon Koenen uit een best moeilijke hoek. Ligt het windje mee? Nee, tegen zeg maar. Zal niet makkelijk worden. Dit was een absolute team effort, deze draai. Goeie driving mall. Uiteindelijk besloten Ross Bennikhorst om over blind te breken. Werd wel opgevangen, maar even later met behulp van Leon Koenen werd hij toch gedrukt. Lange goede kick, ziet er goed uit. En die is goed. Heel goede kick van Leon Koenen. Wat mooi dat hij zijn laatste thuiswedstrijd zo luister kan bijzetten. Diok, 0 voor HRC. 10 voor HRC, sorry. 19-10. Maar zoals al gezegd, afgelopen weken. De eerste helft is vaak voor Diok en de tweede helft is het nog maar vasthouden. En dat is precies ook wat Mats Mucciardo ook aangaf. Ik zei, waar hebben jullie op gelet? Hij zei, consistency. Consistency. Never stop. Keep working. En dat is natuurlijk afgelopen weken wel anders geweest. Dat Diok toch zijn hoofdje een beetje liet hangen in de tweede helft. Voor de rest natuurlijk ook nog gewerkt aan rolling en tackle, na de tackle, roll away. Proberen die penalty count wat naar beneden te brengen. Weer een prima kick-off. Plaatje, ja, keurig op de 10. Oh, heel mooi gevangen. Op zijn knieën terwijl hij opsprong. Was geen gemakkelijke vangbal van Tom van Loon. Leon Koenen nu weer met een up and under. Dit keer wel goed onder controle gebracht door Beto van Gijzen. Balletje weer naar buiten. Is de rugnummer anders? Nee, het is toch echt nog Rumzo Groos. Mocht ik de namen verkeerd hebben, ik kijk gewoon naar wat op mijn papiertje staat qua rugnummer. Ik kan ze niet allemaal herkennen van HRC. Counterruk geprobeerd door Robin Moenen. Jason Kampen met het balletje omhoog. Oh, Mees van Oort die hem niet onder controle krijgt. Bijna een turnover van HRC. Maar die maken daarbij een... Een fout, maar daar is iets illegaals gebeurd. En ik denk dat het, ja, het is een gele kaart voor de Daan van de Avoort. In de 28e minuut. Terwijl HRC de bal over de zijlijn brengt. Ja, je zou het eigenlijk in de herhaling terug moeten kijken. Ik denk dat de Daan van der Voort toch proberen ongedaan te maken dat voordeeltje wat HRC dreigde te krijgen door die turnover. Na die mislukte vangbal van Mees van Noord. Balletje op tweede springer van HRC. Naar beneden gebracht, daardoor geen driving ball. Oh, overgenomen zo, Jordan Kersten. Dus balbezit voor Diok, dat is een mooie steal. Op een hele belangrijke plaats natuurlijk. Ah, je balletje naar buiten gebracht door... En nu is het David Christius. Je ziet dat er ruimte is aan de buitenkant. Heeft een lucky bounce. Kan hij die ruimte maken. Oh, struikelt bijna. Wordt hem nu ook getackled. Maar maakt ongelooflijk veel meters. Helemaal in de helft van HRC. Alleen het is holding van diezelfde David Christius. Er staan wat strubbelingen daar. Ramiro. Ja, de HRC wilde hem snel nemen, dat werd verhinderd, daardoor 10 meter extra. Ai, wat een mooie break was dat, een beetje een lucky bounce ook van David Christius, de Litouwse vriend van Diok. Maar goed,
kick voor HSC over de zijlijn. Daardoor is die ook toch weer helemaal terug op de rand van de eigen 22. Bijna iets naar buiten. Line-out HRC. Ja, het wordt een even een ander spannend spelletje natuurlijk voor Diok. Man minder. Vijfmans line-out. Express natuurlijk daarom ook voor HRC. Die willen elke man benutten. Kijk, drie man nodig om deze man te stoppen. Ryan Berenvoets. Maar dat is nu dit keer holding van HRC. Sportspelers die er niet snel genoeg bij waren. Ook nog uitvoerig over gehad. Vorige keer ook duidelijk heel zichtbaar daar in Berenvoets. Niet op afstand dat het er erg groot uit. Van dichtbij valt het op zich mee. Maar het is voornamelijk zijn manier van spelen die altijd erg impactvol is. Dit keer was de sport in ieder geval niet snel genoeg erbij om te vinden dat die bal geript zou kunnen worden door Diok. Penalty voor Diok over de zijlijn. Daarom nu line-out voor Diok net in de helft van HRC. Oh, dat gaat wel heel snel. Haarlem-Castricum is 24-0 op dit moment. Mocht die ook de finale halen, dan is Haarlem vrij duidelijk de tegenstander als het zoals het nu naar uitziet. Oh, dat was een zwakke paas van Pim van Dam. Jammer, jammer, jammer. Scrum down HRC. Net in de helft van Diok. Ja, nu de kans natuurlijk voor HRC om die man over te benutten. Extra ruimtes om dicht te lopen door Diok. Je ziet ook de blindside wing van het Diok, David Kreesius, die nu meer dan ooit het open site ingaat en ook tegen zijn scrumhalf Leon Koenen aangeeft. Verdedig jij vooral de blindside. Op die manier hoop je dit extra mannetje dicht te lopen aan de open site. Maar wel het gevaar dat als ze over blind gaan. Nee, gaat niet gebeuren. Balletje gewoon aan de open site. Kwestie van goed tellen nu voor Diok. Mannetje minder. Goed te verdedigen. Balletje gaat nu helemaal over de open site. Kijk, Jason van Kampen. Oh, die bal die komt alle verkeerde kanten over. Blijft op de grond liggen. Scheidsrechter geeft ook aan. Nee, die bal die is naar voren gegaan. Fluit dan nu niet af. Het was het voordeel van HRC kennelijk wat hij aangaf. Ja, dat zou zomaar eens de tweede gele kaart kunnen komen. Dat was een shoulder tackle. Niet geprobeerd met zijn armen eromheen te gaan. En het is helaas wederom, denk ik, Romero. Los Benny Colson. Ja, de scheidsrechter bedenkt zich nu dat er natuurlijk al een gele kaart loopt. Dus wellicht dat hij zijn kaart nog inhoudt. Heeft hem echter al in zijn handen. Shoulder charge. En het is inderdaad een gele kaart voor Romero. Ai, die ook nu met twee man minder. Met nog een paar minuten op de klok. Datgene waar Max Bouchard dan toch op gehamerd zegt te hebben. Hou die penalty count laag. Vooral geen domme dingen doen. Ziet er toch niet goed uit voor Diok. Eén man is nog wel dicht te lopen. Twee man wordt nu toch wel erg lastig. Vooral ook omdat het twee driekwarten zijn. Dat betekent sowieso dat de scrum ook wel een persoon minder gaat doen. Ik zie daar ook Jean Hugo als flanker die driekwartlijn ingeschoven zijn. Dat is Tom Altink nu op de flankerpositie. Betekent eigenlijk dat Diok een scrum in gaat zonder nummer 8. Die bal is start in. De bal gaat er echter door. Driekwartlijn wordt benut. Balletje over de buitenkant. Nu daar Siem van Noord. Maar die wordt wel binnengehouden. Nee, wordt toch overeind gehouden, maar kan niet meer verder. Voordeel voor HRC. Ze hebben echter nog balbezit. Kunnen nu dus zo'n leuke dingetje proberen. Balletje helemaal over de zijlijn.
Oh, een missed tackle en daarom een try. Was Ben Colson wilde voor de tackle gaan, miste de man. En het is daarom de derde try van HSC. Dat betekent 19-15 en de kans om daar nog twee puntjes bij op te krijgen. Wie is deze guy? Ik heb het gezien en lijkt me zitten. Hij ook warm, Louis? De post naar daar? 23. Nee. Fuck, nou, dat is een beetje warm. Ik geef hem aan de winger, Bastian Michel. Conversie ging naast. Stand blijft 19-15 in het voordeel van Diok. Slim spel, goed gezien. Ik denk dat Jesse van Kampen was, die wist dat hij het voordeel had. Dan kan je leuke dingen proberen. Maakte een mooie crosskick. Die werd in zijn eerste instantie niet helemaal goed gevangen door de winger. Maar terwijl hij opkrabbelde met ballen al. Een mistackle van Ross Binnenkolsen. Daardoor vrij doorloop van die winger om de derde try te scoren. Leon Koenen met de kick-off. Rijn Berrevoet met de vangbal, goed onder controle. Victor Huurman erin. Weer die driekwartlijn. Ja, die wordt natuurlijk nu wel gezocht. Geen man over. De bal was daarvoor te langzaam. Nog steeds balbezit voor HRC. Zijn de hit van Olivier Buijs. Ja, die moet nu alles dubbel belopen. Ja, het is een intercept. Ross Bennekolsen met de steal. Oh, snel spelletje van Diok. Wat keurig met 13 man. Jordan Kersen nu met een sterke loper. Wat een sterke loper is het toch. 2-3 man aan zich binden. Nog steeds die bal bij zich houden. Pick and go nu. Ja, heel goed. Vertraag het spel met het 2 man minder. Moet je vooral niet proberen die driekwartlijn in te gooien. Het is gewoon de tijd doden. Terwijl aan de zijlijn Daan van der Voort natuurlijk alweer zich warm begint te lopen. Zijn straf zit er bijna op. Pick and go, nogmaals. Zo'n Hugo nu nogmaals met de oppakbal. Recht voor de palen. Je zou ze eigenlijk zelfs nog voor een dropkick kunnen proberen gaan. Oh, bijna weer een doorheen stappen in het midden. Nu dan toch de driekwartlijn in. Ja, balletje. Oh, mooie dummy van Mees van Noord. Bal nog steeds beschikbaar. Houdt nu langzaam. Ross Bennekolsen zoekt het midden voor de palen op. Toch weer de driekwartlijn in. Tom van Altenk, die bal naar achter. Vier Meester Noord met een grubberkickje. En die bal weer blijft. Helemaal de zijlijn. Het is een try. Ongelooflijk. 13 man tegen 15. En het is een fantastische try. Heel opportunistisch spel, maar een heel mooi grubberkickje van Meester Noord. En het is, als ik het zo zie, David Crucius die helemaal aan de zijlijn die bal weet te scoren. Ongelooflijk. Man in vorm. Dat kan niet anders gezegd worden. In de 39e minuut, als ik het goed heb. Lekker Jordan! Daarmee de score op 24 tegen 15 te brengen. Geheel onverwacht. Het leek een heel saai pick-and-go spelletje te worden door voorwaarts recht voor die palen. Dat had HRC waarschijnlijk ook op het netvlies. Toen ging die bal naar buiten. Naar Tom Alting, die hem weer terug wist te brengen. Kwam landen bij Mees van Noord, die meteen een klein chipkickje zijn kans schoon zag. En David Crucius, natuurlijk ook moet je een beetje geluk hebben met het opstuiten van die bal. Maar helemaal in het uiterste hoekje wist hij die try te scoren. Met een flinke tegenwind, de bal komt hoog en ver, maar niet ver genoeg. En daardoor geen conversie van Leon Koenen. Het zou ook te mooi voor woorden zijn natuurlijk.
Waarschijnlijk zullen dit de laatste acties van de wedstrijd zijn. Misschien nog 1 of 2 minuten erbij. 24 Diok, 15 HRC. 13 man tegen 15. Leon Koenen nu met de vangbal, weet hem naar Mees van Oort te brengen. Die twijfelt niet, maar die bal die gaat niet uit. Nee, opgevangen door Joshua Kessler. Nog steeds heen en weer aan zigzaggen, spin hem af. Daardoor nu druk. Jordan Kester met de tegenhouden van die Rijn Berdevoet. Bal is nu dan de driekwart in. Jesse van Kampen, snelbal, weet hij nog die bal of te offloaden, ja. Kostas Magis, maar die komt ook niet over de G-line heen. Het spel bevindt zich eigenlijk nu toch weer in de helft van HRC. Maar ja, ze hebben man overlap, als ze daar nu gebruik van maken. Ja, die bal gaat natuurlijk helemaal naar buiten, oh jee, via de knieën. Dat is onfortuinlijk voor de speler van HRC. Ryan Berdevoet, en dat zijn ook de laatste acties van deze helft. Een erg innoverende helft. Goed spel, maar toch ook wat slordigheid bij Diok. Tussenstand 24-15.
zij rijdt iets weer terug. Goeie kick van HC. Daardoor weer flink wat meters teruggewonnen. Dat betekent echter wel een line-out. Nog in de helft van HC voor de Diok. Een conferentie van de vijf spelers. De vijf van de line-out van Diok. Yes! Ja, volle line-out, sorry. Jordan Kersen met de vangbal. Baby driving ball. Dat is echt een kenmerk van dit seizoen voor de Kadiok. Het is natuurlijk een beetje klassiek, maar ze zijn heel wat jaren uit geweest. Leon Koenen die bal nu eigenlijk mist en meest nooit, maar Jean Hugo. Dat was dus een goede line-out. Dat gaat hij daar nog in voor de kaart. Kort lijn. Nee, Seven Berkel was toch niet in. Het was natuurlijk wel degelijk een kort lijn. Seven Berkel nu met de... druk. Poppetje van de rest van de Torsten. Aan de buitenkant. Switch. Oeh, dat was een snel oproken. Dat zou een cent kunnen zijn. Sam van Planken nu met meters. Ik heb wel bereid te komen om net eventjes die game line halen. Maar wel een turnover. Bal te snel geplaatst. En dat razendsnel zijn de drie kwarten. Met een beetje lucky bounce. Zou hem zo op kunnen pakken. Ja, hij pakt hem ook nog op. Leek nog een speler aan de buitenkant te krijgen. Ai, dat is... jammer voor HC natuurlijk, het is een voorwaarts spel. Dat leek toch een vrij zekere kwijt kunnen worden voor HC. Beetje een lucky bounce, kon hem net niet goed genoeg oppakken om zelf voor te gaan. Deze man aan de buitenkant te vinden. Toen ik paas meteen weer naar de binnen toe, maar die was kennelijk iets naar voren toe. En daardoor voor met geluk voor Diok. Een scrum met eigen 22 en te raken dadelijk. Steeds met een man minder. Vindt hij ook al warm te lopen. Of toch altijd, we zullen zeggen, de partijen zijn altijd gepassioneerd. Ramiro José Camacho. Om het goed uit te spreken staat er vlak bij. Dus ik ga het warm lopen om weer in te komen dadelijk. Terwijl wij... wachten op die scrum. Misschien ook nog wel aardig om te vertellen dat 51 jaar voor Diok, om zo maar te zeggen, het lustrum. Ook altijd toch wel aardig om eventjes wat sponsoren te noemen. Allereerst natuurlijk Scotch Whisky. U ziet het ook aan de zijlijn staan. Oh, dit is een penalty geworden. Kennelijk is er wat commentaar geweest op de wedstrijdleiding. Leon Koenen die de bal snel neemt en die bal kickt, maar die gaat niet uit. En daardoor nu eigenlijk de driekwartlijn van HRC. Die kunnen snel hard lopen. Oei, die maakt alle kanten uit. Oei, maar die weet... de bal te aan van voor te weten om te intercepten, onderscheppen. Nu langzaam spel, even vertragen weer, zorg dat je voorwaarts op een rijtje staan. Tom van Loon, rustig die bal eventjes wat meer de richting het midden van het veld brengen. Nu dan die bal naar achter en Mees van Noord en een dummy. En die weet die bal nu dan wel over de zijlijn te brengen. Maakt ook flink wat meters moet ik zeggen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. De bal kon niet snel genomen worden. Het heeft er ook mee te maken misschien met de fotograaf die in het weg stond. In ieder geval als er iets in het veld die bal heeft geraakt, en dat was het geval, kan je die bal ook niet snel nemen. Normaal zou je dat natuurlijk kunnen doen zolang die line-out nog niet gevormd is. En dat was eigenlijk natuurlijk nog niet het geval. Beetje pech voor HRC. Op de middenlijn, net in eigen helft. Line-out voor HRC. Deze wind toch lastig om die recht te krijgen, dat is dan ook niet het geval. Ja, ik moet zeggen, ik sta vrijwel in de verlengde van deze ingooi. De camera als het goed is ook. Ik zag daar niet heel veel mis aan. Wordt in elk geval beoordeeld als niet recht. En daar dan een scrum voor Diok. Diok heeft wel eens wat te klagen gehad over deze scheidsrechter, maar vandaag kunnen ze daar toch niet heel veel van zeggen. Ik zelfs op die gele kaarten, ja, waren toch niet onterecht, denk ik. Ja, niet goed binnen of inkomen. Het is een free kick voor Diok, dat betekent dat het geen zin heeft om die bal te gaan schoppen. Ross Benny-Colson die nou ook snel die bal neemt. Ai, bal wil hem opnemen. Snel achter, niet verwacht door Tom van Loon. Daardoor een knock-on.
Dit zijn slordigheden, dat moet je niet willen. Erg zonde natuurlijk. En weer een scrum. Kijk, en daar, sinds maanden nu dan, in de plaats van Sam van Berkel, is daar weer terug in het val. Wolvendijk, een van de beste flankers die Nederland kent of kende de afgelopen jaren. Dat mag absoluut wel gezegd worden. Maar dat wordt weer wat, want het is voor het eerst sinds misschien wel 3 maanden dat hij weer een bal heeft aangeraakt in de wedstrijd. Laten we hopen dat alles goed gaat met zijn hoofd. Scrum wordt in elk geval gewonnen door Diok. Zal opgepikt door Tom Verloon. Kijk, vandaar ook het eerste spel weer van Wolvendijk. Nee, is dat holding? Ja. Hij wordt toch gegeven als holding. Daar kon Wolvendijk in ieder geval niks aan doen. Had ook weinig of geen support. Ik wilde net een compliment geven voor het fysieke op de been blijven. Maar goed, je kan natuurlijk niet alles winnen. Penalty voor HRC. Niet al te veel risico, kon ook natuurlijk niet veel doen vanuit die hoek. Zo dicht bij de zijlijn. Line-out HRC. Net over de 10 meterlijn van in de helft van de hoek. Naast Scotch Whisky ook de TK-advocaten. Van Diemen slopen natuurlijk en BRL Berging. Oh, line-out ging eroverheen, nog wat teruggetapt. Daardoor ruk opgezet door Bette van Gijzelen. Alles speelt zich af op de 10 meterlijn van Diok. Nog steeds balbezit van HRC. Oh, ja. Rolens zo groot, zag het gaatje, wilde gaan. Oh, leuke Sonny Bill Williams paas achterlangs. En nog eentje. Op het initiële spel van de driekwarten van de HRC. Maar goed opgepakt door Robin van Moenen. Oh, dat was dat niet offside, scheidsrechter. Leon, dan moet je wel heel snel oplopen. Ik denk dat Philip Bitterhout dat niet helemaal heeft gezien. Leon Koenen wilde die bal schoppen, werd meteen een soort charge down. Krijgt daardoor die ook wel nog de line-out. Maar ik vraag me af of deze man niet offside was. Enfin, line-out, die ook op de rand van hun eigen 22 meter gebied. 5-mans line-out, keurige vangbal Tom van Loon. Brengt hem naar de grond. Veiligheid eerst. Kijk, en daar gaan we het weer zien. Kijk eens, heeft 3 man nodig. Niet te veel rollen, heel goed. Wolvendijk maakt zijn eerste minuten. Het is altijd fijn om de eerste contacten goed te doen. Weer de up en under van Leon Koenen. Nu wel in het midden van het veld. Die wordt echt gevangen door Jordi Hop. Kijk eens hoeveel meters ze allemaal kunnen maken. Ach, mannetje helemaal naar buiten. Fantastisch spel. Ik kan niet anders zeggen. Het is een eenvoudige try voor HRC tussen de palen. Lorenzo Groos. Dat is natuurlijk even de tegenvaller voor Diok. En brengt de stand daarmee op 24-20. Conversie was er doorheen, toch? Met een rake conversie. Ik kon het eventjes niet zien. Diok tegen HRC 24-22. Ongemeen spannend. Leon Koenen met de kick-off. Gevangen, maar daarna niet helemaal onder controle. Iem Imkers. Heimkers. Scrum down op de 22 meter lijn van HRC. Scrum voor Diok. Eemland tegen Gooi, 5 tegen 15. Ook het Gooi maakt dus een goede kans nog voor die finale plaats.
Het zal echter niet genoeg zijn voor een bonuspuntje. En dat is het voordeel van Haarlem. Dus die staan nog steeds op een goede plek 2. Mocht de stand zo blijven. Balletje belandt bij de voeten van Tom Altink. Gaat hij nog eens mee lopen of zal hij hem oppoppen? We sluiten hem nu op te poppen en aan de zijkant te gaan. Leon Koenen naar de grond. Balbezit nog steeds van Diok. Wolfendijk, ja, die gaat natuurlijk zelf. Enigszins geholpen. Kan niet veel verder komen, maar bindt wel weer wat spelers bezig. Pick and go. Jordan Kersten nu. Balletje gaat naar buiten, maar nog steeds balbezit Diok. Die balletje iets meer naar buiten. Jean Hugo. Oh, krijgt een flinke zet van Robin Moenen. Ai, die kreeg hem daar in de handen, maar kreeg hem daarna niet onder controle. Zag er wat komisch uit. Maar ook waarschijnlijk wisten ze dat ze het voordeel hadden. Want Diok krijgt de penalty mee. In 22 meter gebied. Uitstekend. Nu wordt het interessant om te zien wat Diok gaat doen. Vertrouwen ze op hun eigen kunnen. Gaan ze voor de line-out en dus de punten van een try. Of zeggen ze van, joh, geef me die 3 punten van die palen. Nou, dat laatste dus niet. Leon Koenen schopt hem over de zijlijn. Neemt niet al te veel risico. En op 10 meter nu een line-out voor Diok. Goed, Diok inmiddels natuurlijk al lang weer helemaal volledig. Weer 15 tegen 15. Terwijl de line-out vrij eenvoudige vangbal door Jordan Kersten. Kijk, een rolling ball met een spin-off. Maken ze toch flink wat meters. Heel moeilijk om tegen te houden als de tegenstander. En het is een try! Fantastisch! Ik kon niet zien wie het was. Het is, Ross Binnenkonsen wordt weer gefeliciteerd. Dus en die geven hem dan even. Ik weet niet zeker of hij het was. Maar enigszins is onverwacht. We kunnen natuurlijk van het grondniveau niet altijd zien hoe ver ze nog moeten voor die trailijn. Maar dat een hele belangrijke trail. 29-22. Scheidsrechter toch nog wat opmerkingen heeft naar Bob van Rij. Waarschijnlijk toch wat commentaar op de scheidsrechter. Daar houdt deze scheidsrechter uiteraard niet van. Breekt wel een beetje de concentratie van de kikker. Leon Koenen. Het is ook niet helemaal stil aan de zijkant, maar goed, met zoveel mensen wordt het ook lastig. En Leon Koenen is wel wat gewend. Die bal die zeilt keurig tussen de palen door. En brengt hij met een heel belangrijk punt, 31 tegen 22. 9 punten voorsprong, buiten 1 try verschil. Dat is natuurlijk belangrijk, psychologisch ook. Maar ook belangrijk is dat waar Diok nu eindelijk in de tweede helft wel gewoon doorgaat met waar ze mee bezig waren. Dat is natuurlijk al een verschil met de afgelopen wedstrijden. En dat de beslissing van het niet voor de palen gaan, maar voor de punten goed heeft uitgepakt. Kick-off ontvangen door Ross Binnenkolsen. Ja, het is wel spelen op de grond van die tackler, maar het mag allemaal doorgaan. Kijk eens in het veld nu ook Tom de Ruiter. Flink wat meters maken. Balletje nu naar Richard Manley in het veld. Ook goed. Kijk eens eventjes. In zijn drie man wordt nu dan toch wel teruggezet. Balletje nu naar Jordan Kersten. Kijk eens, hit en spin. Och, blijft fantastisch opgepopt naar Job Wolf. Ja, fantastisch. Bijna Job Wolf, dat is een oud HRC-speler natuurlijk. Het is natuurlijk Wolf van Dijk. Kijk eens, balletje naar David Kreesjes. Met een kickje. Die bal die gaat te ver. Landt nog wel in het veld en daardoor een line-out voor HRC, maar wel in eigen 22 meter gebied. Hoopte wellicht dat die bal nog een beetje naar binnen zou stuiteren. Er was namelijk geen verdediger meer van HRC. Maar de bevlieging die HRC, die ook de afgelopen weken in de eerste helft nog wel eens heeft, hebben ze nu dan ook in de tweede helft. Dat kan zomaar eens een groot verschil zijn in zo'n belangrijke wedstrijd als nu.
keurige lange vangbal. Ik moet zeggen, opvallend sterk spelend vandaag. Deze Beter van Gijzelen. Sterke runs. Een knock-onnetje, dat misschien wel, maar erg sterk spel. Landt nu toch bij Jesse Verkamp helemaal aan de achterkant. Die weet hem ver te schoppen naar Sam Verplanken. Verlengt hem naar Daan van de Aanvoort. Eens kijken of hij wat... Nee, gaat naar Sam Verplanken terug. Is de support er snel genoeg bij? Nee, die is er niet snel genoeg bij. Dat zat eraan te komen. De zogenaamde Jackal. Goed gedaan van deze speler. Weer Beter van Gijzelen als ik het goed heb. Als je te snel naar de grond gaat en je wil die bal, moet je die bal ook plaatsen en dus loslaten. Als je supporter niet snel genoeg is om die speler die op zijn benen blijft weg te halen, ja, dan is het holding en krijg je een penalty tegen. Bal over de zijlijn. Kijk, en ook bij HRC positioneren ze af en toe spelers op een andere positie. Vangbal, een snelle bal. Kijk, dat is toch een hele andere bal. Kijk, dat is een van de nieuwe spelers, 18 jaar. Voor hem zo dadelijk meer, die nu ingaat. Zoek gewoon eens een voorwaartse op. Olivier Buis. Victor Huurman weer in. Kruipt zo de 22 meter gebied in. Balletje nu naar buiten. Jesse van Kampen. Oh, en die kick die komt niet helemaal goed uit. Belandt over de zijlijn. Wordt nog wel binnengehouden, maar opgepikt door de speler van Diok. Die kick was weliswaar niet helemaal goed, maar dat was kennelijk voordeel. Penalty recht voor de palen op de 22 meter lijn. Vanwege, als ik het goed begrijp, een hoge tackle. En HC besluit om gewoon die makkelijke punten te pakken. Dat is het grote verschil wat die ook net toch voor de traaipunten ging. Besluit HC nu om de 3 punten te pakken. Daarmee komen ze natuurlijk wel, als ze die maken, binnen 6 punten. Oftewel, met 1 traaiverschil kan je die wedstrijd alsnog naar je toe trekken. En als je dan zo'n uitgelezen kans krijgt om die 3 punten te pakken, dan is dat natuurlijk ook wel te begrijpen. Balletje er keurig tussendoor. Penalty kick. Lekker ernaar. Tien, 15, één land aan het gooien. Dat wordt nog spannend daar. De onduidelijkheid of er een wissel zou zijn, wordt toch weer weggewoven. Daardoor nu de kick-off. Een verder kick terug. Keurig onder controle door Tom Altink. Ja, voorwaartse. Gewoon lopen, op zijn been blijven en op zich de bal genoeg presenteren. Uit het boekje. Ervaring natuurlijk. Het bent ook weer 3 mensen aan zich. Gewoon langzaam spel voor Diok. Balletje naar buiten. En nu weer. Kijk, Bol van Dijk. Moeilijk af te stoppen altijd. Robin de Ruiter. Tom de Ruiter moet ik zeggen, sorry. Ja. Balletje aan de buitenkant. Oei, dat is niet onder controle. Dat is jammer. Was wel een mooi gat. Daan van Aanvoort. Heeft niet helemaal zijn wedstrijd vandaag. Naast de gele kaart ook net niet ballen. Was wel een... Een mooie beweging op zich natuurlijk, helemaal uit het niets, op de blindside vanuit een ruk. Een winger die in komt vliegen. Maar er is toch kennelijk wat gebeurd. En Fila Wittehout gaat toch eventjes naar de coach van HRC, Bob van Rij. Ik heb het idee dat het over wissels gaat, dat het niet helemaal gaat zoals het hoort. Maar het zal voor de wedstrijd geen consequenties hebben. Goed gezien hoor, lijnsman.
29-25 op de middenlijn aan de zijkant. Scrum voor HRC. 31-25. Een geconverteerde trui zou HRC zomaar deze wedstrijd de winst kunnen bezorgen. En daarmee die ook van de kampioenschap afhouden. Dat zou natuurlijk voor die ook niet heel fijn zijn. Dus daarom is het opgeletter geblazen. Die scrum staat wel onder druk. Maar toch balbezit van die ook. Balbezit voor HRC. Nu is in het veld Freek Schuurman. En nu dan holding. Sport niet snel of niet goed genoeg. Kleine opstootjes. Ja, de gemoederen lopen enigszins op. Nog net in eigen helft. Penalty voor Diouk. Met de kans om die bal, voor Leon Koen om die bal wat meer meters in de helft van de HRC te brengen. De bal gaat keurig ver en hoog. Hier overleg tussen de linesman en scheidsrechter. Ik had ze misschien nog niet genoemd. De linesman, dat zijn Sergio Barnhorn, volgens mij, en andere is Joshua Belido Sanchez. Los ben ik onze met de ingooi. Jordan Kersten met een keurige vangbal. Oh, die bal die frommelde naar achter toe. Daar stond Los Benny Colson. Die besluit gewoon de ruk op te zetten. Jordan Kersten met pick and go. Keurig 1-2 meter pakken. HRC dacht er nog even om die bal op de grond te spelen. Maar dat is natuurlijk niet wijs. Kun je zomaar op deze plek een penalty tegen. Nu dan Freek van Oort. Die besluit zelf te gaan en maakt zomaar de break. En aan de inside heeft hij daar Wolf van Dijk. Die weet dus meters maken en die heeft ook nog vertegenwoordigheid van Geest om richting de palen te lopen. Wat een fantastische return van deze jongen. Wolf van Dijk. Keurig in de support van Mees van Noord die met een klein gelukje helemaal aan de blindside er doorheen liep. Wat heerlijk om zo terug te komen en wat belangrijk is die man toch altijd geweest voor Diouk de laatste paar jaren. Wat heerlijk voor hem ook om zijn minuten meteen met een try en punten dus bij te zetten. En mogelijk is dit wel eens, zou dit wel eens een try kunnen zijn die Diouk die finale plaats laat doen. Maar is nog wat vroeg gezegd, we hebben nog ruim een kwartier te spelen. En Leon Koenen met de conversie. Brengt de stand daarmee op 38 voor Diouk en 25 HRC. Als Diouk nu zijn kopje een beetje erbij houdt, zou dat zomaar de finale plaats kunnen betekenen. Nogmaals, we hebben nog een goed kwartier te gaan. Maar in tegenstelling tot de wedstrijden hiervoor, laat Diouk in ieder geval nu een stuk meer consistency zien. Consistentie, hoe je het ook wil noemen. Precies dat wat Max Machado, de coach van Diouk, wilde. Laat je hoofd niet gek maken. Ai, terwijl het bal nu wel geript wordt uit de controle van Jordan Kersten. Verdient ze natuurlijk van de voorwaarts van HRC. Zo belangrijk zijn ze natuurlijk Ian Eimkers en Olivier Buijs, de props. Ik zie Chris Franke daar staan, maar volgens mij als hoeker, volgens mij was dat die Victor Huurman. Hoe dat ook zij. Nee, Victor Huurman is er wel degelijk op de flanker, spijt me. Goed werk van die eerste rij van HRC en daardoor nu de scrum net buiten 22 meter gebied. Ai, maar wel een penalty van tegen. Dat is dan toch wel weer een slordigheidje van HRC.
Geluk voor die ook. Nu dus gewoon tijd voor kalmte. Leon Koenen eist die bal ook op. Rustig, gewoon over de zijlijn. Line-out, vertrouw erop. Gewoon weer opzetten. Bal gaat het publiek in. U ziet daar ook de rook opstijgen van de lekkere worsten. En andere lekkerijen. U kunt nog steeds naar die ook toe komen. Het houdt niet op na deze wedstrijd. Er is nog van alles te doen. De festiviteiten. Mocht u zeggen, ja maar ik moet dan met de auto komen. We hebben ook 0.0 bier. Daar zit ik op dit moment aan, al zou je denken dat het anders was. Los Benny Colson, recht ingooi, gaat over alles en iedereen heen, wordt opgepakt door Tom de Ruiter. Moet er hard aan werken, maar het is nog steeds balbezit voor Diok. Tom van Loon, balletje naar buiten. Via Mees van Noord, Pim van Dam naar David Christius. Oh, Sim van Plenken wordt volgens te vrij strak gehouden, kan niet veel verder komen. Echter nog steeds wel balbezit. Eenvoudig, maar goed spel. Tom van Loon weer. Balletje nu bij Mees van Noord, nu daar Tom de Ruiter. Die heeft altijd één modus, recht vooruit. Weet die bal dan nu wel op te poppen naar Wolfendijk. En langzaam komen we een 1 of 2 meter over die gainline heen. Inmiddels in de helft van de HRC. Kijk, Tom Alting, ook geen gekke dingen. Gewoon de ruk opzetten. Hierover blind. Pim van Dam met de dummy. Oh, wat een mooi spel. Wist aan zijn binnenkant nog zijn Tom de Ruiter te vinden. Nog steeds balbezit voor Diok, maar steeds weer een metertje verder. We zitten nu inmiddels bijna op de 10 meter lijn van de HRC. Maar dat is net even een fase te veel. Tom van Loon die bal in contact verliest. En daarmee nu een scrum voor HRC in eigen helft. Wissel bij Diok. Pim van Dam wordt gewisseld voor Leo. Colio Junior Lemalu. Jonge Nieuw-Zeelander die eigenlijk het meeste van het seizoen als scrumhalf heeft gespeeld. Maar nu dus dienst doet op de tweede center. Ramiro van de tweede center doorschoven naar de eerste center. Naast, daar stond hij natuurlijk al. Nee, dat was wel zo dat Pim van Dam stond daar. Kleine wisseling dus. Ramiro op de eerste center. Leo op de tweede. Scrum van HRC staat onder druk. Wordt opgepikt en over blind gegaan. Sterke run weer. Eigenlijk zoals altijd van Ryan Berrevoets. Balletje drie kwart lijn in. Kijk, en daar hebben we die nummer 19. Oh, die maakt toch flink wat meters. Weet toch een solibilpaas te geven. Helemaal naar buiten toe. Mooi spel. Ai, die is niet goed onder controle. Een beetje een... of een later, maar een rare tackle te zien van voorwaarts. En daardoor scrum voor Diok. Was een wat gevaarlijk uitziende tackle van Ramiro op die speler. Maar... ja, Kai Verhoorn. Daar eventjes over gesproken. Dus de nummer 19 van HRC. Jonge, 18 jaar. En gaat komend seizoen in Frankrijk spelen. Dus ja, dat is een beetje het probleem natuurlijk van HRC. Heel veel Nederlandse spelers, goede spelers opgeleid. Alleen die vliegen dan altijd naar het buitenland toe. Dat is echt het probleem wat de HRC toch wel een beetje ondervindt. Maar ze wachten eigenlijk tot ze allemaal weer eens een keertje terugkomen. Dat kan zomaar eens een keer volgend seizoen gebeuren. Onder aanleiding van de nieuwe Harley Jackson. Opgepikt. Oeh. Nog net over de top nog bij zijn eigen spelers gekregen. Die ook onder druk in eigen 22 meter gebied. Maar nog steeds balbezit Diouk. Het is één grote worstelpartij. Vliegt van de buiten toe naar Mees van Noord. En die weet dat kikje mooi naar de buitenkant te brengen. Die wil hem snel nemen, maar die bal is tegen de boarding aan. En daardoor is het geen snelle bal. Dat kan natuurlijk niet. Victor Huurman beklaagt zich bij de linesman. Iets met trappen. Ik dacht vandaar ook mijn verwarring. Hij speelt wel een zwaar flanker, maar doet wel de ingooi.
Victor Huurman, toch als captain van HRC mag je natuurlijk af en toe wat zeggen, maar beklaagt zich. Sowieso komend seizoen, dat zal wel een verandering worden voor bij HRC, dat zij nu toch zich in noodzaak voelen om ze echt met de rest van de Eredivisie clubs mee te gaan. Door toch ook wat internationale krachten in te kopen. Dat is echt wel een gamechanger voor HRC. Ze hebben het toch wel gemerkt afgelopen jaren. Don't know it anymore! Ja, dat ging niet helemaal lekker bij HRC, deze line-out. Het publiek met groot gejuich ontvangen natuurlijk deze, ja soms gebeurt dat wel eens, helaas. Daarom nu een scrum voor Diok op de 15 meter lijn. Maar goed, komend seizoen zullen ze die jonge jongen dus moeten missen. Kai Verhoorn. Balletje langzaam ligt in de voeten van Tom Altink. Die hem op naar Leon Koenen. Mees van Noord naar Ramiro. Kijk, die is toch ook sterk spelend. Meteen ook de spoor erbij. In de helft van de HRC. Bij Tom Altink. En die zet hem rustig op. Dat ziet er wel een beetje uit als rollen. Maar dat is ook van de zijkant inkomen scheids. Maar goed, Mees van Noord nu als scrum-half. Jordan Kersten enigszins hoog, maar vertraagt de bol gewoon door die ruk weer op te zetten. Nou, offensief counterrukken van de HRC, maar erg sterk gelopen weer door Ramiro. Kijk wat de meters die maakt, met toch zeker drie man voor zich. Balletje nu naar achter, Mees van Noord. Balletje opzij naar Colio. Kijk eens hoe die heen en weer stapt. Laag en klein als die is. Misschien wel de lichtste van het veld, maar hoeveel meters maakt hij wel niet. Balletje weer naar Tom Altink. Steady old. Tom Altink zal ook zijn laatste seizoen misschien wel eens kunnen zijn. Daan van de Aanvoort aan de buitenkant. HRC nu toch duidelijk in de verdediging. Nog steeds balbezit Diok. Vele fases. Kijk, en dat is het grote verschil met Leo af en toe. Dat Leon Koenen die bal af en toe eventjes vertraagt. Eventjes zorgen dat iedereen weer staat waar ze moeten staan. Zoals nu ook weer. Eventjes een ander spelletje, eventjes de pick-and-go. Zorgen dat alle voorwaarts van de HRC aan zich binden. Maar Coolio gaat meevallen. Nog steeds balbezit voor Diok. Richard Manley met de pick-up. Voordeel inmiddels van Diok. En op een kickable afstand, weliswaar enigszins ver van de palen. Recht voor die palen is het een penalty voor Diok. Maar of er is geopteerd voor een scrum, of het was gewoon een knock-on. Dat betekent in elk geval dat we verder gaan met een scrum voor Diok. Leon Koenen dan nu van het veld af. U ziet het al, hij maakt toch een klein halve ereronde voor het publiek van Diok. Na 15 jaar dienst, afkomstig oorspronkelijk van, als ik het goed heb, de Amstelveense rugbyclub. Ik weet het nog goed, kwam hij als een jong jochie hierheen. Elke keer met kilometervergoeding met zijn oletje naar Diok gereden. Maar het was flink wat jaren. Inmiddels mogen we zeggen 15 jaar, dat is niet niks om dan dat ereklasse vol te houden. Nog steeds ontzettend belangrijk, je zag het vandaag. Zijn laatste thuiswedstrijd, want we gaan ervan uit dat er nog een wedstrijd komt in Amsterdam. Namelijk de finale. Terwijl de scrum instort. En nu een free kick voor HRC. Die willen hem snel nemen, maar bedenken zich. Dat betekent waarschijnlijk dat Colio nu dan toch weer naar de 9 terug gaat. En Pim van Dam weer terug in de centers. Balletje achterlangs. Balletje helemaal naar de buitenkant. Ja, we proberen dan nu snel te lopen. Goede tackle van Pim van Dam. Balletje andere kant toe. JC van Kopen die naar binnen toe snijdt. Goede tackle van Leo. Schuurman weer met de head first in. Is hij die bal kwijt? Nou, mag allemaal nog. Balletje nu de andere kant op. Verdediging van Diok zit tot nu toe goed in elkaar. Ramiro met een goede tackle. Oh, ja. Sterke loper altijd.
ook nog afgegeven. Was dat voorwaarts of was dat niet voorwaarts? Nummer 17, Pepijn Geurts. Balletje gaat nog steeds naar achter, nog steeds niet over de gainline. Loopt helemaal naar de zijkant. De verdediging van Diok, Jordi Hop was dat. De verdediging van Diok houdt tot nu toe goed stand. Nu wel een goede drive. Voor de loop voor HRC. En dan nu de penalty. Nog net in eigen helft. Ik weet niet precies wat de scheidsrechter daar aangeeft. Niet goed met de schouder. Te hoog. Niet goed binden. Dat lijkt me raar met de tackle. Enfin, penalty voor HRC. Dat is een foutje maken om een reden, joh. Ah, dat is weer fijn, jongen. Met een kleine 5 minuten te gaan, als ik het zo schat. Line-out net buiten de 22 meter gebied van Diok. Alle hens aan dek natuurlijk. Op zich een comfortabele voorsprong, maar ja, met 3-4 minuten kan het zomaar anders worden. Nu is de tijd, zoals Marcio Machado zegt, om die consistency vol te houden. Blijven spelen. Goede line-out. Dylan driving mall opzetten, gaat achter. Oh, daar, kijk. Ja, oh, dat is snel gespeeld. Goede tackle van Wolfendijk. Bal nu helemaal naar buiten. Neem het voordeel door die chipkick helemaal over de zijlijn te brengen. Zo dan, jezus. Had hem nog bijna. Maar die bal belandt toch over de zijlijn. En daardoor geen voordeel voor HRC. En terug naar de vorige overtreding. Net buiten 22, misschien op de 22 meter lijn. Ja, HRC zal nu niet voor die palen gaan. Daar hebben ze helemaal niets aan. Freek Schuurman met een popje. Zet die ruk op. Kruipt naar die palen toe. Sterke loper. Maakt nog flink wat meters. Olivier Buijs. Daar gaat Kijverhoorn weer. Maar verdediger van Diok staat er nu op zich goed op. Het is ook altijd kans, gevaar op een turnover. En dat gebeurt nu ook. Ja, het is een turnover. Het is bal voor Diok. Nu die bal gewoon slim uitspelen. Oh, Ross Binnenkolsen besluit toch eventjes te stappen. Heeft de sport ook bij zich. Nu die bal naar buiten. Het is nu Pim van Dam. 4 naar Wolfendijk. En die kan ook wat snelheid ontwikkelen. Maar wordt met bal en al over zijn heen gebracht. Wolfendijk belandt ook tegen een drinkbeker aan. Ontstaat wat gedoe. Maar die kennen elkaar. Ryan Beddevoet en Wolfendijk die kennen elkaar goed. Het was een goede tackle, niks mis mee. Zo zie je maar ook zorgen dat we altijd de spullen en de drinkbekers goed en ruim van de zijlijn brengen, want dat kan zomaar gevaarlijk worden. Line-out voor HRC. Terwijl er wel even een blessurebehandeling is voor Richie Mandy. Ik denk dat we nu alvast mogen concluderen dat het een erg spannende, erg goede pot was. Beide teams, kan niet anders zeggen. Maar eindelijk ook geloof ik gewoon een keer een Diok die wellicht ook door de terugkomst van Wolfendijk zich steund gevoelde. Maar eigenlijk ook iedereen die weer terugkomt een erg goede pot hebben gespeeld. En dit keer niet ingekakt zijn in de tweede helft. En ook al krijgen we nog een paar minuten bij, maar je zou bijna kunnen zeggen dat zou toch niet meer mis moeten gaan voor Diok met 3-4 minuten op de klok. Eemland tegen het gooien, 17-18. Dat betekent dat het gooien weliswaar wint, maar ja, niet die volle 5 punten mee gaat nemen. Dus het gooien kan het met deze stand wel shaken. Haarlem stond net al zo ver voor dat het, ik denk, zoals het er nu naar uitziet, de finale tussen Diok en Haarlem zal gaan. Echter, ik moet het ook eventjes een beetje uit mijn hoofd doen. Maar goed, HRC volgend jaar dus ook wellicht met wat internationale aankopen. Moeten zich een beetje afstappen van hun visie om het alleen maar met Nederlands eigen talent te doen. Ze komen daar heel ver mee, dat zien we ook in deze wedstrijd. Alleen
met een andere team zie je dat toch ook doen, haal je het gewoon niet om die top te bereiken zonder dan in ieder geval een paar mensen in te vliegen. Goede verdediging nogmaals. Diok. Nog steeds balbezit voor HRC. Olivier Buijs met ingaan. Schuurman met de bal, dus besluit open te gaan. Nog met moeite onder controle brengen. Kijk daar, andere goede speler. Ai, ja, opgepikt. Goeie, opgepikt door Daan van der Aanvoort. Goed opgelet. Is die bal nog binnengebleven? Ja, zegt de scheidsrechter. Het is een soort pick and go. Oh, die man achterlangs toch naar Wolfendijk weten te vinden. Kijk eens eventjes, het is altijd moeilijk te stoppen. Die blijft doorstappen, die moet je echt tegenhouden. Hetzelfde geldt voor Jordan Kersten. Het is duidelijk een wat vertragend spelletje van Diok. Totdat ze die buitenkant hebben. Ja, Wolfendijk, kijk eens eventjes. Die blijft gewoon stappen. Die gaat gewoon echt niet stoppen als je hem niet tegenhoudt. Speler van het jaar van een paar jaar geleden, Tom Ruiter, precies hetzelfde. Die moet je echt naar beneden brengen, want die blijft anders ook gewoon lopen. Pick and go. Het is een beetje een langzame en snelle fase van Diok. Een paar keer pick and go, dan op een gegeven moment drie kwart opzoeken. Dat is heel erg lastig om tegen te houden. Kijk, en dit is nu eindelijk ook een keer verstandig van Diok. Die laatste minuten geen hele rare dingen doen. Vertraag het spelletje, zorg dat de klok je vriend wordt. Het is gewoon langzaam medetjes maken. Elke keer even over die game lang komen. En dan kan je op een gegeven moment leuke dingen gaan doen. Kijk eens eventjes hoeveel die er bijna weer doorheen komt. Weet zelfs op te staan zonder bal en weer op te pakken. Wordt daarna wel getackled, maar Mees van Noord. Een van de dragende krachten in deze wedstrijd. Oeh, is die bal verloren? Nee, ging naar achter, geeft de scheidsrechter aan. Nog steeds pick and go. Want voor Diok, terwijl er een speler van HRC op de grond ligt en nu verzorgd wordt, gaat het spel verder. Inmiddels in het 22 meter gebied beland. Nu heeft Diok echt de kans om het open te breken. Maar ze houden hun eigen strategie vast. Midden vlak voor de palen, in het 22 meter gebied. Nu dan open side. En Mees van Noord besluit nu dan die bal open te spelen. Nee, wil ook naar binnen stappen. Verliest daarbij de bal. En dat is een knock-on. En het is dus een scrum voor HRC. Maar uitstekend veel fases van Diok. Ik dacht eventjes dat Mees van Noord toch echt wel weer naar buiten zou spelen. Maar waarschijnlijk is dat in het gameplan, strategy-wise, is het beter om die bal kort te houden. Alleen verloor daarbij wel de bal. Het spelletje eventjes dicht, stilgelegd vanwege een blessurebehandeling bij HRC. Maar ik schat dat er zo nog maar 1 of 2 minuten maximaal op te spelen zijn. En de stand van 38 tegen 25 kan het, de finale die ook niet meer ontgaan. Wordt het dan al tijd om de man van de wedstrijd uit te kiezen? Ik zou het u eerlijk gezegd niet durven te vertellen. Ik heb echt heel veel goed spel gezien van beide partijen overigens. Niemand die er echt helemaal uit sprong. Maar laten we het dan van mij uit, zou ik dan toch zeggen, Wolfendijk de man van de wedstrijd maken. Iemand die er gewoon 3-4 maanden helemaal uitgelegen heeft. En toch al duidelijk weer zo'n impact weet te maken. Die mag je dan met zo'n kleine eretitel wel belonen. Niet dat het uitmaakt. Maar wel erg leuk voor hem natuurlijk. Scrum beweegt wel van tevoren. Wordt het bestraft? Nee. Zonnetje is helemaal doorgebroken. Er worden nog een paar hete laatste minuten. Zal ik de hand schud van Tjebbe, u weet hem wel. Alle internationals en oud-internationals van Diok die komen natuurlijk ook langs. En dat wordt ook vanavond allemaal nog gevierd. Dus nogmaals de oproep. Als u kans en tijd ziet om even bij Diok langs te komen, doe dat vooral. Oeh, kleine miskleun van Diok. Ja, die jongen probeert te gaan, maar op dit niveau is het toch wat lastiger voor je. Dat zou Kuiverhoorn ook wel nog meer tegenkomen in Frankrijk. Het balletje wordt nu helemaal over de zijlijn gespeeld. Daar staat wel iemand te wachten. Oh, bijna onder controle, maar toch niet helemaal. Daar gaat hij, David Christius. Ook wel een van de mensen die afgelopen weken toch echt wel heeft uitgeblonken. Balletje nu naar buiten. Dit moet een overlap zijn, jongens. Kom op. Dit is echt te halen. Ai, tegen de benen aan. Dat is pech voor de Daan van de Aanvoort. Weliswaar
waarschijnlijk een ingooi voor Diok. Maar daar had hij toch meer op gehoopt. Het leek ook alsof Diok daar toch een overlap had van tenminste één persoon. Het publiek begint zich nu ook te roeren, begrijpt ook dat het door is. Ja, het publiek is absoluut wild aan het worden. Je ziet ook al die vlaggen. Dat is natuurlijk ook speciaal eigenlijk voor dat 50ste lustrum, of het lustrum van 50 jaar bedoeld. We lagen misschien ook al een jaar op de planken, wie weet. Vorig jaar konden we het natuurlijk niet heel uitbundig vieren. Het was ook geen volledige competitie. Wat dat betreft is het toch wel mooi als het zo afloopt voor Diok. Verdient Diok ook wel. Terwijl ze het zichzelf erg lastig hebben gemaakt de afgelopen wedstrijden. Nu weten ze duidelijk om vaak dingen onder controle te houden. Je ziet ook, oh, dat is nog bijna gallery play van Mees van Noord. Ja, krijgt daarmee ook nog de penalty. Recht voor de palen. Ik zou zeggen, ja, moet je die drie punten nog pakken? Nee hoor, Ross Binnen-Colson denkt het zijn ervan. We gaan hem gewoon snel spelen. We houden het gewoon lekker rustig. Vandaag zijn ook eindelijk een keer een beetje de juiste beslissingen nog genomen. Balletje nu naar buiten. Oh, Mees van Noord die denkt, nee hoor, niks ervan. Ik ga de laatste prijs zelf scoren. Ook een kandidaat voor de mannen van de wedstrijd. Ik ga er niet over. Mees van Noord heeft duidelijk laten zien dat hij de dingen goed voor elkaar had. En in de dying seconds van deze wedstrijd is het Mees van Noord dus die zelf scoort. En daar de score met 43-25. En ik durf daar wel 45 op te schrijven. 45-25 als eindscore. Dat kan bijna niet misgaan. De vraag is alleen nu nog eventjes, wie gaat die kick nemen? Ach, het is Tom Alting. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Tom Alting met de laatste punten. Het zou ook zijn wedstrijd zomaar kunnen zijn. Ik zie al een droom op middenstip vliegen. Alles wordt natuurlijk gevierd. Tom Alting, net als Leon Koenen, ontzettend lang. Of lag langer dan. Fantastische laatste punten van Tom Alting. Brengt de eindscore op 45-25. Misschien nog te weinig over gezegd. Leon Koenen uitvoerig benoemd. Maar nog langer in de Diok 1 gespeeld hebben is Tom Alting. Ook vader geworden, net als Leon Koenen. En laten we hopen dat hij zich bedenkt en volgend jaar toch nog wat wedstrijden wil spelen. Want ongelooflijk, wat is hier toch altijd belangrijk geweest. Ook weer deze hele wedstrijd. Terwijl het Erehaag wordt gevormd door de HRC. Sportief uiteraard zoals het hoort. En iedereen viert feest. Ik nodig u allemaal nog één keer uit om hier te komen. En ook vooral naar die finale te komen in Amsterdam. Als ik het goed heb, is dat de 28ste. Hoe dan ook, finale, als ik het zo zie tussen Diok en Haarlem, wordt een erg mooie pot. En laten we hopen dat we dit soort wedstrijden vaker zien in het komende seizoen. Sluit ik mee af en ik hoop u snel weer hier aan te treffen.